Ik heb met mensen mogen samenwerken aan dit project, aan dit huzarenstukje zou ik zo mogen zeggen. Met mensen die hun werk niet meer als werk zagen, maar als passie. En het is te lang om ze allemaal te noemen, er zijn er heel veel van hun staan tussen jullie. Maar er zijn er toch een aantal die ik echt ten zeerste wil bedanken. Dat zijn het fantastische team van Imamu. De heer Van Enkel, firma Mathieu Gerbels, die allemaal dag en dauw hebben gewerkt. Maar ook de heren van Keulen en Kroes niet te vergeten. Dank u voor dit alles, want dankzij jullie en dankzij jullie inzet en jullie passie is dit allemaal mogelijk geworden. Ik moet zeggen, Peter, wanneer dat jij denkt dat het nu klein 2 jaar geleden bij ons kwam, de plannen toelichten, maar vooral, het had over de timing. Dat we met z'n allen even naar elkaar keken en dachten van, de ambitie ligt hoog. Klein beetje gek dachten we zijn niet het hardop, maar ik denk dat we het met sommigen wel dachten. Maar dames en heren, het bewijs is er. Wie ambitie heeft, wie een passie heeft, dat woord is vanavond terecht gebruikt, wel die kan iets realiseren. En dat is het beste bewijs vanavond, het is gerealiseerd. Het is een hele lange sprint geweest. 14 maanden om dit project tot een goed einde te brengen. En ik ben heel fier en heel trots om te mogen zeggen dat het klaar is. Ook voor onze medewerkers. Ik denk dat de vreugde om hier te kunnen werken en het plezier om hier te mogen werken, dat dat bij hun absoluut leeft. Zij hebben de laatste 2 weken ook gekost nog moeite. En zeer veel uren zijn ze thuis weggebleven om dit tot een goed einde te brengen. En ik ben hen daar zeer dankbaar voor. Wat Hasselt, we komen regelmatig in het nieuws als een vernieuwende stad, als een ambitieuze stad. En we kunnen daar natuurlijk maar de voorwaarden zodanig maken dat het aantrekkelijk blijft voor ondernemers, voor concerns om naar Hasselt te komen. Maar het komt er nog altijd op aan om ondernemers te hebben die de nek uitsteken, die ondernemingszin hebben. En vast en zeker in deze economische, moeilijke, barre tijden, die het lef nog hebben om te investeren. Vandaag het bewijs is geleverd. Het onmogelijke is mogelijk. En één belangrijk woord daarin is vanavond gevallen, denk ik. Dat is passie. Met passie ondernemen jullie, met passie vervullen jullie beroep en het resultaat daarvan vandaag is zichtbaar. En als stadsbestuur, echt waar, wij zijn daar ontzettend trots op.